Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 22 april. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ben op werk. En zoals ik vorige week heb gezegd, ga ik dus niet meer specifiek juffenvlogs maken. Maar ga ik gewoon mijn week filmen. Toevallig was vorige week alsnog best wel veel op werk. Maar ja, ik wil het eigenlijk wel een beetje minderen. Volgende week heb ik ook 2 weken vakantie. Dus dan ga ik sowieso niet filmen op werk. En nu is het gewoon een beetje wisselend. Maar ik vond het ook gewoon leuk om jullie mee te nemen in wat andere dingen. Dus ik ga me nu even alles opstarten, ontbijten en de dag weer beginnen. Nou, de dag is voorbij. Ik had zoveel hoofdpijn, jongens. Het was niet normaal. Dus ik had op het bord geschreven dat de kinderen stil moesten zijn. Het waren we eigenlijk heel erg lief. En we hebben aan moederdag cadeautje gewerkt en allemaal dat soort dingen. En ik moet nog even het bord doen. Veel dingen plannen. Ik had ook alvast voor Koningsdag even een woord zoeken en een rebus. En de laatste dingetjes een beetje gedaan. Dus ik heb vandaag niet zo heel veel gefilmd. En een meisje die bij mijn stage loopt, die is begonnen aan het doek voor het decor van de musical. Dus dat is echt top. Dus daar is een beginnetje aan gemaakt. Want uiteindelijk moet het zo worden. Ik kan wel even laten zien. Maar dat is ze nu aan het schetsen, zodat de kinderen dat gewoon kunnen verven. Zo, ik kreeg een schok. Oh, ik krijg elke keer zo'n schok. En mooi. Kijk, zo moet dat eruit zien. Good morning. Het is vandaag dinsdag. Gelukkig gaat het met mijn hoofdpijn al ietsje beter. Maar ik voel het dus nog steeds. Ook al heb ik heel veel geslapen. Ik ging namelijk echt heel veel slapen. En toch heb ik wel nog een beetje last. Dus dat is wel vervelend. Oh. En ik heb nu eventjes alvast thee gepakt. Want ik dacht, dan ga ik vandaag een beetje thee drinken. Vandaag op de planning niet heel veel bijzondere dingen. Moederdag cadeautje afmaken. En oh ja, ze gaan hun agenda meenemen. Want we gaan voor na de vakantie alvast even alles erin schrijven. Ik heb mijn haar even vast, want het was een beetje vet. Dan dacht ik, dan doe ik het even zo. En dat eigenlijk. Dus ik ga nu even mijn bord en alles in orde maken. En dan let's go. En even lekker kwark eten. En ik gebruik vandaag deze. Deze is echt heel lekker in stracciatella. Oh nee, dark cookie crumb flavor. Heel lekker is deze. En dan heb ik ook nog een klein beetje aardbeien om erin te doen. Dat maakt het wel extra lekker. Nog een beetje aardbeien. Ik roer dit altijd eerst eventjes. Zo. Mijn normale kwark vind ik echt niet lekker om te eten. Ik heb echt respect voor mensen die gewoon kwark zo kunnen eten. Maar dan doe ik er dus een beetje fruit doorheen. Zo. Nou, kijk hoe lekker dit eruit ziet. Zo. En dan nog in mijn shakebeker. Ja, het is echt een hele routine. Maar ik ben natuurlijk bezig met gezond eten en allemaal dat soort dingen. Ik heb koud water van huis meegenomen. Heel overdreven. Dan doe ik 300 ml in. Ik kan alleen op deze beker zo slecht lezen. Daar zo ongeveer. Hoe? Volgens mij is het genoeg. Kijk, deze fles is echt helemaal stuk. Mijn fles ook maar gelijk op tafel, dan drink ik tenminste nog wat. En dan doe ik er dus een klein beetje vetburner in. Ik heb geen idee of het werkt, maar dat wil ik dus uittesten. Eén schepje. Zo. En ik moet elke dag creatine. En ik merk op zich wel dat het een boost geeft. Dus ik neem dan ook gewoon een schepje creatine en dan doe ik het gewoon allebei daarin. En dan heb ik gelijk in de ochtend al en heel veel proteïne op. En ik heb gelijk mijn vetburner en mijn creatine op. Dus dat is een beetje mijn ontbijt. En dan ga ik dit nu even opeten. Oké, okay, we gaan ze langs. Als jullie zeggen dat is een beroep, dan zeg je ja. Emery scans. Business. Teamplayer. Cartoontekenaar. Zeker, een cartoontekenaar is een beroep. Softwareprogrammeur, zeker. Street dance. Tackelen. Controlfreak. Geüpdaten. Intensive care medewerker. Heel goed.
Ik merk dat ik het vervelend vind dat er de hele tijd tussendoor gepraat wordt. We kunnen het ook alleen maken. Dat vind ik ook prima. Je mag ook nu het alleen maken. Dat je... Wil er iemand het alleen maken? Dat mag ook. De volgende. Cachère. Ja, zeker. Cachère. Privé chauffeur. Ja. Ja. Iets zachter alsjeblieft. Café uitbouwen. Ja. Ja. Feestcomité. Ja. Nee, dat is niet een beroep. Feestcomité is meer een groep mensen. Crème brûlée. Kipsaté stokjes. Beta vakken. Cabaretje. Ja. Ja. Oké, en dan is de vraag eronder. Welk beroep spreekt jou het meest aan? Je gaat er één kiezen. En je gaat ook uitleggen waarom je dat zou kiezen. Ik ben thuis van werk. Ja. En ik vind het zo stom, want gisteren en vandaag heb ik dus zo slecht gefilmd op werk. Want ik heb echt al 2 dagen hoofdpijn. Ik heb nu ook weer, mijn camera is dan niet scherp, zoveel hoofdpijn. En ik wil gewoon geen klaagvlog doen, maar ja, het is wel gewoon eerlijk, want ik heb het gewoon. Dus ik heb weer mega veel hoofdpijn en ik heb heel veel geslapen gisteren, maar het is gewoon niet weggegaan. En ja, ik wil morgen me gewoon echt beter voelen. Want ik ga morgen dus voor het eerst laseren. En ik vind het spannend. Ik ben zo benieuwd. Dus ik ga straks wel even lekker douchen. En dan moet ik dus echt alles scheren. Want je moet een dag van tevoren dan alles scheren. En dan ga ik mijn benen, oksels, ga ik allemaal laseren. Bij Skin Smile. Dus ik ben echt zo benieuwd. Want ik heb nog nooit zoiets gedaan. En ik ga jullie lekker helemaal meenemen. Maar ik vind het gewoon zo stom dat ik me dan niet lekker voel. Maar ja, ik heb dus net weer even geslapen. En het is inmiddels al bijna 8 uur. Ik ga nu maar even koken. En het gaat wel ietsje beter, maar ik heb gewoon heel veel pijn hier. Dus misschien is het ook wel gewoon omdat ik een beetje vermoeid ben. En zoveel met sporten en zo. Dus hopelijk voel ik me snel beter. Weg. Eindelijk. Het kan wel zo zijn dat het straks nog terugkomt. Dat hoop ik niet. Alleen gisteren heb ik dus met nat haar geslapen. Dat is heel slecht met mijn haar. Alleen omdat ik nu natuurlijk mijn lichaam. Omdat ik mijn lichaam zo moest scheren voor het laseren, dacht ik. Ik doe het gewoon een keer nu. Dus ik ben wel helemaal geschoren. Alleen kijk, zo droog mijn haar dan op als ik er echt helemaal niks aan doe. Dus ik ga nu even gewoon met de steltonger doorheen. Natuurlijk niet zo heel goed. Maar ja, voor een keertje maakt het niet heel veel uit. En ik heb niet zo'n zin om dat nu met de föhn te doen. Dus ik doe het gewoon heel eventjes met de steltang. En ik ga heel even een klein beetje heat protector er dan insprayen. Anders beschadig ik natuurlijk mijn hele haar. Welke ga ik doen? Maakt niet heel veel uit. En ik heb dus een hemdje aangetrokken. Want ik had dus heel even op internet opgezocht. Dus als je natuurlijk alles gaat laseren, dan lig je daar een beetje naakt. En ik dacht, met zo'n hemdje voel je je niet zo naakt. Want dan kan je wel gewoon nog bij je oksels en bij de rest. En dan voel je je niet zo naakt. Dus ik hoop dat het een tip van mij is. Maar ik heb dus geen idee of dat je dat aan mag houden. Maar ik had dat gewoon gezien op internet. En ik vind het nooit zo heel chill om daar helemaal naakt te liggen. Snap jullie een beetje wat ik bedoel? Dus ik denk dat dit wel een goede oplossing is. Zo, even die heat protector een klein beetje dat opdrogen. Ik ben dus altijd bang dat ik dan dingen vergeet. En dat het dan heel slecht voor mijn haar is. Zo. En vandaag is mijn stagiair voor het laatst. Dus ik heb een cadeautje gekocht. Gewoon heel simpel, want het was er maar 2 weken. En ja, ze heeft dus het doek gemaakt van de musical. Ze heeft dat geschetst, want dat doek is echt 4 bij 4 meter. En dan kunnen die kinderen gewoon zelf het gaan verven. Want ik dacht, als ze nou met z'n allen op dat doek gaan. Ja, nou ja. Die weet wel hoe dat gaat. Dat loopt gewoon niet goed af. Dus ik dacht gewoon, dan laat ik ze gewoon dat doek gewoon inkleuren. En zij heeft dus die schets gemaakt. Echt super fijn. Misschien kan ik hem wel even filmen. Maar dan moet hij net goed liggen. Ik heb alweer veel te veel gekletst. En dan ga ik ook even mijn make-up doen.
En ik heb ook echt heel veel trek. Maar ik ga op school pas wat eten. Morning. Ik heb te vroeg gejuicht. Want de hoofdpijn is weer terug. Maar ja, ik ga even ontbijten. En volgens mij had ik dat net ook al gezegd. Maar mijn stagiair is er dus vandaag voor het laatst. Dus ik heb even van die chocoladerepen gekocht. En dan ga ik straks even vragen of die kinderen wat even willen versieren. En dan doe ik hier zo meteen die chocoladerepen in. Dat is er maar 2 weekjes geweest. Gewoon even als een klein bedankje. En ik heb dus dit vrijgemaakt. Dit zijn alles Blubber Musical. En dan kunnen ze dat hier in de kast leggen. En het doek. En nu ga ik eventjes ontbijten. Ik heb ook echt heel veel trek. Verkeerde kant. Ja, voor mij is het toch rechts? Is toch rechts? Ja. Ja, zij doet een spiegelbeeld. Het was dus de laatste stagedag. En kijk hoe cute. Ik heb dus zo'n onderzettertje gekregen. En kaarsen. Heel cute. En we hadden met de klas hadden we ook even iets gemaakt. Ik ga nu even alles afsluiten. En dan ga ik dus laseren. Ik ben echt heel benieuwd. Oké, ik zit nu in de auto. En ik sta dus nu voor Skinsmile. Ik ben echt zo benieuwd. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Maar ik ga dus straks mijn benen laten laseren. Mijn oksels. Waarschijnlijk ook mijn bikinilijn. We moeten eventjes kijken. Ik ga het zo meteen gewoon even aan haar vragen. En ik dacht, het is wel heel leuk om jullie even mee te nemen in het proces. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb dus gisteravond mijn benen en alles geschoren. En ik heb dus nu een hemdje aan. Want ik dacht, anders lig je daar zo naakt. Maar geen idee of dat nodig is. In ieder geval, ik zal zo meteen even filmen als ik binnen ben. En dan neem ik jullie mee. Kijk, zo ziet het eruit. Heel cute. We gaan beginnen met de onderkant. Dus ja. Je mag je broek even uitdoen. Ja. Even op de camera. Ik dacht, ik heb ook een hemdje aangedaan. Want dat is misschien handig. Of niet? Ja, nee, wat ik eigenlijk vaak doe, is ik deed eigenlijk een beetje door twee. Dus ik probeer altijd eens op de onderkant om zodat je boven wat weg. Dus ik heb wel een droge huid. Lekker de onderkant doen. Nou, het is sowieso heel belangrijk om dus geen lotion op te hebben. Nee, dat heb ik dus niet gedaan. Even voelen. Ja. Ik heb gisteravond. Je hebt wel donkere haartjes. Ja, wel donker, maar wel een beetje dunnig. Dun. Ja. Maar dat is helemaal geen probleem. Ja. Want in principe een. Het werkt eigenlijk. Vieze voeten filmen. Ja. Het werkt eigenlijk ook. Nee, ik zie inderdaad wel dat je wat donkere haartjes hebt. En zo'n laserapparaat die gaat natuurlijk op zoek naar pigment. Ja. Je pigment zit natuurlijk in je haartje. En omdat je scheert, gaat hij dus in je huid het pigment zoeken. En zo vindt hij dus jouw. Haarzakje en laat hem als het ware ontploffen. Dat zijn soort prikjes die je gaat voelen. Ik ga eerst haar even instellen. Ja. Wat is het de eerste keer dat jij lasert? Ja, alles helemaal eerste keer. Ook nooit met zo'n eigen apparaat of iets gedaan. Oh, weet je al zo, dat je thuis of, heb ik ook nog nooit gedaan. Dus ik heb echt geen idee. Nee. Ik ga je sowieso eerst even het ene doen vertellen. Ja. Ik heb een Dior Ice Laser geschikt voor alle huid- en haartypes. Je hoort het woordje ijs al erin. In mijn apparaat, ik kan het even zien, we kunnen zo even zones aanvinken. We gaan beginnen met je onderbenen. Ja. Dus heb ik even aangevinkt. Nou, jouw huidtype is best wel 1. Dus hebben we huid 1 gedaan. Heel wit, Je hoort het woordje ijs al erin. In mijn apparaat circuleert er water, ook in mijn slang in mijn kop, waardoor mijn kop een vriesfunctie heeft. Die vriesfunctie maakt eigenlijk de behandeling voor mijn klanten veel aangenamer. Ja. Het betekent niet dat je niks voelt, want ik ben hoe dan ook natuurlijk bezig met laserstralen. Ja. Dus het is niet gevoelloos. Nee, je dat gaat zeker ik. Ja, wel wat prikjes voelen. Ik denk als je niks voelt is het ook niet goed. Dan werkt het denk ik niet. Ja. Ze zeggen niet van liefie, mooi, we zijn de pijn leiden. Ja, nou dat gaan we zien. Daar kan ik wel een mooie thumbnail foto mee maken. Nou, dan zie ik ook niet mijn witte benen. Dat scheelt wel. Zo. Oh. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga beginnen met de jaw geschrikt. Als je het niet van wat het is, een beetje koud. Yes. Oh, valt wel mee. Oké, nou daar komt ie. Ik voel niks. Oh ja, nu voel ik het wel. Ja, nu voel ik die prikjes alsof het eruit wordt getrokken. Ja. Dat soort voelen. Ja. Ik dacht, hier heb je een zwart haar. Ik zie een zwart puntje. Ik heb ietsje langzamer gaan. Even in het begin, omdat door die vrieskop wordt alles even een beetje koud. En dan word je even een beetje verdoofd. Dan voel je even een beetje. En dan op een gegeven moment als het langzamer gaat, dan voel je het wel.
Ik vind het zo vreselijk om mijn benen te filmen. Snap je wat ik bedoel? Nee, hoor, je hebt mooi been hoor. Oh, bedankt. Ja. Oké, nou, ze heeft dus nu mijn onderbenen gedaan. Ik had echt totaal geen pijn. Ja, je voelt wel wat prikjes, maar het is totaal niet pijnlijk. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga jullie gewoon een beetje meenemen in het proces, omdat ik dacht, dat is wel heel erg leuk. Nou, ik ben klaar. Ik heb dus mijn bikinilijn. Ik heb mijn oksels gedaan en mijn benen. Het was top. Het deed helemaal niet super veel pijn. Ja, wel een beetje, maar niet super erg. En ik ben echt zo benieuwd. Ik ga jullie zo'n beetje up-to-date houden. En ik ga dus nu naar mijn vader toe, want we gaan lekker samen sushi eten. Heel veel zin in. Ik ben terug van mijn vader, want ik ging daar sushi eten. Ik heb gelijk even een oranje trui gehaald voor Koningsdag. Nou ja, voor Koningsdag. We vieren vrijdag de Koningsspelen op school. Dus ik dacht, het was wel leuk om een oranje trui aan te doen. Ik had pokeball gegeten, dus ik heb dat eventjes de rest meegenomen van mijn vriend. En ik had dus een cadeautje gekregen. En er was dus een pakketje geleverd aan mijn vader. En ik weet dus echt niet wat het is. Dus ik dacht, ik ga het even voor jullie openmaken. Kijk, als het iets normaals is, kan ik het natuurlijk filmen. Ik heb geen idee of het een perspakketje of iets anders is. Dus, nou, ik dacht wel leuk om eventjes te laten zien. Wat een blauw licht hier. Nou, zien jullie dit ook zo blauw? Ik denk het wel. Ik ga hem toch eventjes openmaken. Want hier heb ik wel het beste licht. Want de rest is best wel een beetje donker al. Het is oranje. Oh, ik weet al wat dit is. Is dit nu al binnen? Oké. Nou, ik ben dus uitgenodigd. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ben dus uitgenodigd door Shein voor een event. Nou, ik had echt geen idee dat dat bestond. Maar ze hebben dus een event in Amsterdam. En ik ga daar in de meivakantie over 2 weken. Is dat 2 weken? Volgende week al. Ga ik daar naartoe met Melanie. En ja, ze hebben dus een pakketje ingedaan. En er staat: pak je telefoon, begin met filmen voordat je deze doos openmaakt. Nou, ik ben nu wel heel benieuwd. Zal ik hem gelijk even openmaken? Maar ik wil het eigenlijk even met mijn telefoon goed filmen. Dus ik zit te kijken waar ik jullie even neer kan zetten. Oh mijn god, ik schrik me dood. Jeetje. Zagen jullie dit? Oh my god. Ik heb een halve hartverzakking. Oké, nou, er zaten dus vlinders in. Nou ja, in ieder geval er zitten dus vlinders in. En een pakketje. En dit is dus de officiële uitnodiging voor het event. Nou, wat leuk. Wat leuk gedaan. Good morning. Als hij scherp zat. Ja. Het is vandaag donderdag. Ik heb de trui aan van mijn vriend. Zit echt heel lekker. Maar, in ieder geval. Ik was iets eerder op werk. Ik ben er eigenlijk al eventjes. Want morgen is de laatste dag voor de vakantie. En voor de vakantie wissel ik dus altijd nieuwe plekken. Dus ik ben nu aan het kijken. Maar ik vind het zo lastig. Ik twijfel echt heel erg. Maar ja. Ik moet maar gewoon. Dit ga ik wel eventjes wisselen. Zo. Dus ik moet nog heel even kijken naar die plattegrond. En dan kan ik het gewoon vanmiddag met ze gaan wisselen. Eerst even de kastjes opruimen doe ik altijd. En dan dat. En ik heb dus het gisteren dansje geleerd voor de Koningsspelen. Want ik doe dat dus altijd voor. Dus dan ga ik op het schoolplein ga ik dat dansen en dan kunnen kinderen me nadoen. En ik wil eigenlijk nog eventjes een kaartje van opruimen. Dus die ben ik even aan het zoeken. Dus dat. Good morning. Het is vandaag vrijdag 26 april. Jullie mogen raden. Ik heb nog steeds hoofdpijn. Ik ga even de deur dicht doen. Ja, het is echt zo vreselijk. Ik heb gewoon nog steeds hoofdpijn. Geen idee hoe het kan. Maar ja, vandaag laatste dag. We hebben vandaag de Koningsspelen. Ik heb daarom oranje trui aan. En we gaan straks het lied. Diebeda, hoe heet die nou? Dabedida. Ik kom er gewoon nu niet op. Maar ik moet hem zo dansen voor de hele school. Dus let's go. En ik heb gisteren mijn klas een beetje veranderd. Kijk, ik heb die kast dus nu hier gezet. Dat dit plekje achter mijn bureau een beetje verschuild is. En dan heb ik dat daar gezet. En het is gelijk veel ruimtelijker. Dus dat is top.
Mijn groep gaat straks helpen bij de kleuters. Dus dan hoef ik helemaal geen lessen te geven. Dus dat is wel heel fijn. En ik ben dus nu best wel vroeg op school. Omdat ik nog even moest ontbijten. En ik wil dus nu eventjes alles lekker opruimen. Zodat ik vanmiddag gelijk gewoon weg kan. En niet hier een soort van moet gaan wachten. En ik heb dus net ook even een TikTokje opgenomen. Namelijk deze. Eindelijk, oh, de laatste dag dat we dit moeten luisteren. Zo, dus ik ben weer helemaal actief op TikTok. Gisteren was mijn TikTok er 50.000 bekeken. Dus dat vond ik wel echt heel gaaf. En ik ga nu even de laatste dingen opruimen. Het is vandaag zondag, de dag na Koningsdag. Ik heb gisteren en vrijdag echt helemaal niks gefilmd. Ik heb ook niet zo heel veel gedaan. Dus ja, ik heb echt gewoon helemaal niks gedaan. Ik heb wel gewoon met mijn vriend wat dingen gedaan, maar niet echt super bijzonder of zo. En dan zal ik daar ook gelijk een beetje eerlijk over zijn. Misschien zie je het al aan me. En misschien ook doordat ik de hele week hoofdpijn had. Maar ik zit zo slecht in mijn vel. En ik weet gewoon dus niet waarom het zo is. Het is echt vreselijk. En ik heb dus nu wel gelukkig 2 weken vakantie. Maar ja, ik weet het niet. Ik voel me gewoon slecht. En verdrietig of zo. Ik weet het niet zo goed. Ik kan het ook niet echt uitleggen. En dan met zo'n dag als Koningsdag, dan word ik daar me dan heel bewust van of zo. En dan zie ik al die mensen die leuke dingen doen. En dan denk ik, ja, geen idee wat ik dan denk. Maar ja. Nou, het komt er gewoon op neer dat ik me gewoon niet goed voel, maar niet precies weet wat het is. Dus dat is natuurlijk super vervelend. En ik probeer er dan wel elke dag gewoon het beste van te maken. Maar de hele tijd voel ik me dan toch vervelend of zo. Ja. En ik wil er toch een beetje eerlijk over zijn. En ik heb dus nu 2 weken vakantie. Dus ik hoop gewoon dat ik dan een beetje kan ontspannen en me beter ga voelen. Maar ik heb echt geen idee. Wat ik nu ga doen is de vlog afsluiten. En ik ga morgen dus een nieuwe video beginnen. En ik hoop dan gewoon dat ik me echt beter voel. Want hoe ik me nu voel is gewoon niet oké. Dus ik hoop dat jullie het ook begrijpen dat deze weekvlog misschien niet zo leuk is geworden. En dat het dan misschien wel lijkt alsof het goed met me gaat. Maar het ook een soort, ja, masker wil ik het niet noemen. Maar nou ja, eigenlijk wel. Dat ik me dan toch anders voel dan dat het eruit ziet ofzo. Maar ja, er zullen vast wel mensen dit herkennen. Maar hierbij ga ik dus ook de vlog afsluiten. Volgende week ga ik wel filmen en ga ik ook echt wel wat leuke dingen doen. Dus ik hoop dat ik me dan gewoon beter voel. En dan zie ik jullie bij de volgende week vlog. Doei doei!